Ja, wat wij hier eigenlijk zien is een van de teststraten die we nu al gebouwd hebben. En hier komen straks uiteindelijk de teststraten waarbij de mensen binnenkomen, getest worden en via de zijkanten weer naar buiten zullen gaan. Het bouwen van deze XL-testlocatie voor de GGD lijkt eigenlijk best een beetje op het werk dat hij tot de lockdown in maart deed. Het coördineren van de opbouw van podia voor grote festivals. Gaat goed? Ja. Dit is eigenlijk ook, hopen we dat dit redelijk tijdelijk gaat zijn. Maar ja, dit is eigenlijk voor het vermaak en het plezier van een hoop mensen. En dit is toch met een hele andere reden. Ja. Andere insteek. Ja, zeker. In maart kwam Jasper plotseling helemaal zonder werk te zitten. Ja, het was wel even heftig. Onze agenda zat heel vol voor het afgelopen jaar. We zouden heel veel grote dingen gaan doen. Nieuwe projecten, eenmalige projecten. Het Songfestival was er eentje van. Allemaal dingen die niet door zijn gegaan. En ook ineens zorgde voor een volledig lege agenda met alle gevolgen van dien. Hoe is het voor jouzelf om nu toch weer aan het werk te zijn? Ik vind het heel leuk. Ik merkte ook gelijk toen ik hier eigenlijk de eerste dag was. En veel aan de telefoon, veel aan mailen, veel regelen. Heel veel mensen om je heen die allemaal bezig zijn met hetzelfde doel. En dat is toch eigenlijk wat we normaal ook hebben met de show must go on. En uiteindelijk zijn we met z'n allen aan het werk om die show zo mooi mogelijk te maken. En dat is in dit geval niet anders. Het heeft toch een maatschappelijk belang ook? Ja, in deze tijd iets bij kunnen dragen ook is heel fijn. En ik denk dat uiteindelijk ook wel toekomst biedt voor de evenementen. Om hier bijvoorbeeld te kunnen testen of iets te kunnen doen waardoor we weer een feest kunnen doen met z'n allen.